We zijn vandaag in het Franse plaatsje Pontigny. Dat is een leuk Frans dorpje met een grote abdij. Iets ten noordoosten van Auxerre. Welbekende grote stad, zelfs voetbalclub geloof ik. Je hebt hier, zoals ik al zei, een hele grote abdij. Heel leuk om te zien. Echt een abdij die nog in werking is. Heerlijk rustgevend trouwens. Midden in het dorpje hebben ze achter de camperplaats in een soort van parkje. Met een speeltuin, met scheudeboelbaan, noem maar op. Daar hebben ze direct aangrenzend een camperplaats gemaakt. Er zijn hier, ik geloof even uit mijn hoofd, 11 plekken. Alles is erbij. Maar, wat kost het? Nou, daar komt het. Er is een hele aparte regeling hier. Je betaalt 7 euro, dan mag je door de poort. Kun je camperplaatsen uitzoeken. Wil je stroom, dan kun je beter naderhand de stroom nemen. Want als je direct neemt voor 2 euro, let wel, 2 euro, 2 uur stroom. Wil je meer stroom, 12 uur bijvoorbeeld, krijg je kwantumkorting. Dan kost dat maar 9 euro. Maar goed, daar moet je goed over nadenken, want er zijn hier genoeg camperplaatsen in de buurt waar uiteindelijk de stroom veel goedkoper is. De plek is op zich helemaal niks mis mee. Even buiten de plek heb je de loosplek plus watervullen. Overigens watervullen kost ook weer 3 euro. Dan heb je wel 20 minuten water. Dus als je met 2 campers bent, kun je 2 campers vullen. Voor 3 euro. Verder heb je hier op de plek een heerlijk rustige nachtrust. Zeg maar. Het dorpje heeft niet zo heel veel. Wel een warme bakken en een klein supermarktje. Maar verder heb je hier eigenlijk helemaal niks. Het is over de route nationaal die hier dwars door het dorpje komt. Ze komen hier ontiegelijk veel vakantiegangers, caravans, campers voorbij. En er zijn nog genoeg campers die pakken hier een overnachtingsplaats. Dat moet overigens wel op de camperplaats. Je mag niet op de grote parkeerplaats hiervoor. Maar dan komt de politie langs en dan heb je een boete. Maar verder, keurige plaats hier. Als je gaat abonneren op ons kanaal. Iedere keer als wij een filmpje krijgen, kun je een melding krijgen door eerst op abonneren te klikken, daarnaast op het belletje. En als je het filmpje nou leuk vindt, mag je ook een duimpje geven.